Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Bilal Chicken. Vandaag hebben we niemand minder dan Henk Kuipers. Henk Kuipers staat ook bekend als de captain van No Surrender. In deze aflevering hadden we een heel interessant gesprek. We hadden het over geloof, de dood, criminaliteit en noem maar op. Henk heeft hele bijzondere dingen in zijn leven gedaan, zoals Bill Clinton beveiligen, André Hazes, heeft zich gespecialiseerd in meerdere vechtsporten en nog veel meer. Henk en ik spraken af op locatie en begonnen gelijk met het interview. Ten eerste wil ik vragen hoe het met je gaat. Heel goed. Ja, heel goed. En is het de eerste keer dat je vast? Ja, dat was de eerste keer dat ik lang vast had, ja. Nee, gewoon aan het vasten. Oh, vast. Ja, dat is een goeie. Ja, nee, het is niet de eerste keer dat ik vast. Nee. Ik heb veel Marokkaanse Turkse vrienden, dus ik heb wel vaker gevast. Even solidair zijn naar de jongens die bij me werken en zo. Dus, ja. Je bent sinds kort ook weer vrij? Nou, nee, niet sinds kort. Ik ben alweer een jaar en drie maanden weer vrij, ja. Ja, en drie maanden, ook best wel lang, ja. En hoe was het eigenlijk om vast te zitten terwijl ze geen feitelijke beschuldigingen hadden? Nou ja, voor hun zijn er wel feitelijke beschuldigingen natuurlijk. Ja. En ik ben eerlijk, maar voor mij was dat natuurlijk niet... voor mij was het gewoon een flauwe grap van justitie die natuurlijk iemand die te populair werd in de modewereld om vast te zitten. Ja. Maar ja, op zich is dat niet zo moeilijk, maar ik kan me wel goed concentreren op... Op het alleen zijn, dat is niet zo moeilijk. En voor de mensen die zich afvragen, van wie zijn Kuipers? Ja, dat kun je de boeken halen die gemaakt hebben natuurlijk. Maar je kan, ja, de mensen die me echt goed kennen, die weten wel wie ik ben. Ik bedoel, en wie zijn Kuipers? En Kuipers is een grote beer met een klein hartje, zeggen ze wel eens. Maar dat kleine hartje bedoelen ze dan mee van... Ik ben een vader van 5 kinderen, 2 kleinkinderen. En ik leef net zoals elke andere burger, zeg maar. Ik leef niet zoveel anders dan jullie. Ik ben eigenlijk een hele bescheiden man op dat gebied, maar ja. Van de andere kant, je komt gauw in de publiciteit, omdat je... En toen met het eerste kooigevecht, en met het eerste Free Fight Gala, en als beveiliger van Bill Clinton, en bodyguard van André Hazes. En natuurlijk op vechtsportniveau, op hoog niveau heb gezeten. Dan kom je natuurlijk gauw in nieuws, en dan bij een motorclub kom je natuurlijk nog meer in nieuws. En vanaf 2011 was dat... Nog moeilijker om bij een motorclub te zitten. En ik wilde laten zien van luister, iedereen kan een motorclub runnen als je maar een beetje genoeg hersencellen hebt. Ja. Ja. En wat doe je dan eigenlijk bij zo'n motorclub? Nee, maar dat gaat uiteindelijk is dat zoeken naar een... Toen ik eigenlijk begon was dat een gevoel van groepsgevoel. Gewoon echte broeders onder elkaar die voor elkaar doorgaan, zeg maar. En hoe groter zo'n club wordt, hoe moeilijker dat wordt. En waarom is dat zo? Verschillende stromingen uit het land natuurlijk. Je hebt natuurlijk te maken met mensen uit het zuiden, mensen uit het noorden, je hebt te maken met mensen uit het westen die heel anders opgevoed zijn. Je hebt te maken met mensen die natuurlijk dit zien als een laatste vluchtpoging natuurlijk. Je hebt mensen die zien die denken dat er heel veel geld te verdienen valt, wat niet zo is. Dus ja, je hebt van allerlei soorten mensen. Maar toen we begonnen met een kleine clubje van ons, dat was echt pure broederschap natuurlijk. Dat was dag en nacht feest vieren onder elkaar en dan, dat was leuk man. Maar was er wel zeg maar, bij de motorclub criminaliteit? Ja, bij de motorclub zelf is de intentie nooit om crimineel gedrag te vertonen. Mensen zeggen altijd, ja, maar als jullie het terras ook komen met 20 man met die hesjes aan, dan is dat wel imposant. Maar geloof me, als ik nu met 20 man zonder een hesje binnenkom, is het ook imposant. Ja. Ja, dat blijft allemaal hetzelfde voor mij. Dus. Maar crimineel gedrag werd eigenlijk helemaal niet getolereerd, joh. Dus wat dat betreft was het veel gedisciplineerder als jij denkt. Of als mensen denken. En daar zitten natuurlijk wel criminele mensen tussen die daar misbruik van maken natuurlijk van zo'n jasje. Die heb je altijd. Dat heb je. En als je daarachter kwam, wat deed je dan? Ja, weet je, als het privé gebeurde, dat is zo simpel is het ook nog, dan lieten we dat zo. Ja. Daar ben ik wel eerlijk in. Ja. Als iemand privé wat fout doet, wie ben ik om mij daarmee te bemoeien? Ja. Als je in de club maar, als je je maar gedraagt in de club, dus ja. En ik moet ook zeggen, de hele rechtsgang... Was ook niet zoals ik ervan verwacht had. Ik denk, nou, die officieren die gaan wel even een spervuur op mij afsturen van wat er gebeurd is. Nou, in die 30.000 pagina's hebben ze één vraag gesteld, dus dat was niet zo bijzonder voor mij. Dat viel mij wel tegen, daar ben ik eerlijk in. En de rechtercommissaris die had het natuurlijk alleen maar over mijn tattoos en zo en over wat feiten van andere mensen. Dus omdat ik blijkbaar gezien werd als leider, terwijl ik gewoon voorzitter was van een grote club. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. En, ik snap wat dat zij natuurlijk de politiek moeten volgen om dat te verbieden. Ja, en echt om het ook beter te begrijpen. Je zegt dat het een motorclub is
waar gewoon broederschap is en zo. Ja. Hoe kunnen we dat voor ons zien? Wat doen jullie op in zo'n motor? Ja, even heel ruig. Sommigen die snuiven koken, die ben een feestvieren, net als een normale kroeg. Dan komen we roer af en toe langs en wat feestvieren en wat andere motorclubs. Het is eigenlijk meer gewoon even zonder een vrouw lekker gewoon even laten gaan. En daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik bedoel, dat doen voetballers soms bij de voetbalclub, die blijven ook even lang hangen en dan gaan ze even een biertje happen. En dat is bij de motorclub eigenlijk hetzelfde. Dus er zit niet zo'n verschil in. En natuurlijk zit er een structuur in. Maar mensen moeten ook met een structuur leven. Dat zie je in het leger natuurlijk ook. Daar heb je ook structuur. En we hebben ook heel veel mensen gered van de ondergang die op straat natuurlijk wel in de drugs zaten of wel drugs gebruikten. Die hebben wij natuurlijk ook wel gered natuurlijk. Ja. Het is niet alleen maar negatief. Ik wilde net zeggen, dat zei ook in een interview, ik heb dat gelezen. Ja. En toen zei je van, je hebt het alleen maar over de negatieve dingen. Maar dat is ook makkelijk om te doen. Ja, precies. Kijk, wat zijn de positieve dingen dan van zo'n motor? Nou ja, dat je mensen van de straat haalt, dat je mensen een groepsgevoel geeft. Dat je mensen die vroeger natuurlijk of verkeerd zijn opgevoed of alleen zijn geraakt en het padje kwijt zijn geraakt, die krijgen een nieuw thuis. En dat was eigenlijk een beetje de inzet van later. Maar vroeger, toen wij begonnen, waren het echt stoere jongens die op de bike, op de Harley gewoon lekker gingen rijden, snap je? Dat was een heel andere mentaliteit. En ik moet ook zeggen, de laatste 9 jaar was het niet meer zo leuk als de jaren daarvoor, daar ben ik ook eerlijk in. Maar dat komt door de politiek, de controles van de politie en de mensen die je nawijzen, daar komt het natuurlijk ook van. Dus je hebt het eigenlijk een beetje kapot gemaakt. Ja, daar hebben ze het bewust gedaan natuurlijk, ja, natuurlijk. Kapot maken, ja. Kijk, alles wat natuurlijk in Nederland te groot wordt of te imposant wordt, dan maken ze kapot, op wat voor manier het ook maar is. En dat is niet alleen in de motorwereld, maar dat is bijna bij alles zo, joh. Kijk, ze hebben een hele poosje natuurlijk ook gehad over street gangs van opgeschoten knaapjes uit Amsterdam Zuidoost, maar ook Marokkaanse jongeren, die worden ook direct gestigmatiseerd. Denk je dat ze dat noemen dan? Ja, dan moet natuurlijk iemand de schuld hebben van het falen beleid van de regering natuurlijk, dus dat is niet zo moeilijk. En daar gebeuren natuurlijk net zoveel fouten, want als je ziet dat een minister grote fouten maakt en sommige, dat zijn bijvoorbeeld over één vraagstuk, een briefje noemen van Teven noem ik altijd, 4,5 miljoen gulden wat betaald is aan een crimineel, er zijn 4 bewindslieden over gestruikeld. Alleen over een briefje, terwijl de eerste had gewoon kunnen zeggen, ja, dat hebben we uitbetaald toen in die tijd, ja, we hebben een deal gesloten. En als je dan een Jos van Rij hebt, dat vinden sommige misdaadjournalisten niet leuk. Maar Jos van Rij, die alles bij elkaar gesjoemeld heeft, die zit nog steeds in de politiek. En er zijn ook officieren van justitie die in een pakket komen bij het voorbeeld van Laarhoven in Thailand. Dat worden persoonlijke veten met zo'n man. En dan gaan ze door totdat je alles kwijtraakt. Dat is echt Nederlands. En dat zal niet alleen Nederlands zijn. Ik zeg altijd, bij Poetin weet je in ieder geval wie je tegenstander is. Hier weet je het niet. Ja, ik vond ook dat Ponius, die documentaire vond ik heel interessant. Ja, ik denk nog steeds dat de reden is geweest. Bij Ponius hadden we in totaal 21 miljoen kijkers of zo. Dus ja, dat is ook niet gezond natuurlijk. En daar werd de club natuurlijk ook een beetje geromantiseerd door mij en door Ponius. En het is natuurlijk ook een stuk romantiek, want laten we eerlijk zijn, heel veel vrouwen vallen natuurlijk op stoere mannen. Ja, en een beetje foute types, dat is altijd zo. Maar heb je spijt dat je dat hebt gedaan? Nee, maar ik heb nog geen spijt van dingen wat ik doe. Want weet je waarom? A, vind ik nog steeds niet dat ik een fout heb gedaan. En B, spijt bestaat niet in mijn leven. Want over 100 jaar, dan zijn we er allemaal niet meer. En dan is niemand meer die er wakker van ligt. Dus spijt heb ik nooit. Nee, nee. Maar buiten wat andere mensen ervan vinden, misschien kan je zelf denken van ja, had ik dat maar toch anders gedaan of zo. Nee, maar kijk, dat vind ik te zwak en te makkelijk om dat nu te zeggen. Ja, waarom? Ja, ik vind, kijk, als je iets doet met volle verstand en je bent met iets bezig en je wilt het tot een goed einde brengen, dan moet je niet meer beginnen met, had ik maar anders gedaan, had ik maar zo gedaan, had ik maar dit gedaan. Kijk, we zijn geen koorknaapjes die vooraan in de kerk zitten, maar we zijn ook geen volharde criminelen. Die zitten er altijd bij, dat blijft altijd zo, maar er zit in elke bevolkingsgroep zit dat. In elke, een voorbeeldje, een douaneambtenaar die gepakt wordt in Rotterdam dat hij 400 kilo coke doorsluist. Het blijft overal hetzelfde, er zit ook bij elke beroepsbevolking zit dat. Alleen zeggen ze dat het bij ons aantrekt. Ja, dat kan. Ik bedoel, maar zo zie ik het niet. Ja. En spijt heb ik echt nergens van. Want dan, kijk, als je iets over mag doen, zeg ik altijd, dan zou ik het anders doen, zeggen mensen dan. Maar luister, ik hou niet van dat soort terminologie. Waarom? Je kan niks over doen in het leven. Ja. Wat ik vandaag hier zeg, sta ik morgen nog voor. En zo leef ik. Nog steeds, denk je? Ja, zo leef ik gewoon, ja, okay. Natuurlijk.
En dat wil niet zeggen dat je wat fout hebt gezegd, dat je niks fout doet in je leven, of dat je misschien ook wel iets niet goed doet. Dat kan, maar ik bedoel, ja, dan had je dat niet moeten doen, zeg ik altijd. Ja, ik bedoel, kijk, ik heb al 3 jaar LTS gehad, maar ik heb wel verstand. Ja, wat is LTS? LTS, lagere technische school. Okay. Maar ik bedoel... Nou, dat straal je echt niet uit. Nee, dat is het laagste niveau wat er is. Dat straal je echt niet uit. Nee, maar weet je, het is, kijk, je leert wat bij in de jaren. En de een noemt je intellectueel, de ander zegt van, nou, hij praat alleen maar in zijn eigen straatje. Het is maar wat voor stempel je meekrijgt. En je moet het zo zien, op televisie is het zo, de stempel die je krijgt van de media, daar kom je bijna niet vanaf. Dat werkt soms in zijn voordeel. Ja. En soms is het nadeel, ben ik eerlijk. Wat vind je dan van mijn stempel? Hoe wat er bij jou gebeurd is? Ja. Nou ja, ik ken je natuurlijk vanaf het begin dat je ermee begon. Ja. Daar was ik ook nauw bij betrokken toen met Pound. En ik zie dat ook een beetje als... je bent zoekende in je leven wat je gaat doen. Oh, sorry. Nee, anoniem. Henk. Ja, in ieder geval over jou. Ja, nou ja, kijk. Ik zag jou toen ook al een beetje als een qua jongen natuurlijk. Je bent 22 geloof ik nu inmiddels. Ja, nou ja, ik ben 56 bijna. Daar zit wel een beetje leeftijdsverschil in. Het is gaandeweg leren natuurlijk wat wel of niet goed is. En sommigen glijden helemaal af van de maatschappij. Dat, eerlijk is eerlijk, die glijden helemaal af. En sommigen die herpakken zichzelf en die gaan toch de goede weg in en die volgen toch de goede route. Maar de goede route wordt dan door de media en door de mensen ook een beetje meegegeven van dit is goed en dat is fout. En wat je toen deed was misschien helemaal niet zo fout. Misschien was het ook wel wakker schudden van de machteloosheid van Zaandam in die plek. En wat ze missen in de maatschappij. Kijk, ik ben heel... Het zal gewoon door blijven gaan als ik het niet zou laten zien. Dat ook, denk ik. Maar ik denk ook dat je daarin mensen wakker geschud van hoe kansloos sommige jongeren zijn. Zonder dat we daar, mee bezig zijn. Ik ga terug naar 1987. Toen zei een jongen die bij me trainde, die zei van, toen zei mijn vader, zei, wat wil je worden, Martin? Ingenieur. Toen zei mijn vader, dan gaat de wereld kapot. Dat was in 1987. Als een arbeidersjongen ingenieur kan worden, gaat de wereld kapot. En tegenwoordig is het of je studeert door tot je 28ste, of je wordt een straatjongen. En meestal jongens, daar ben ik ook eerlijk in, van buitenlandse afkomst, hebben vaak niet die kansen als die andere mensen. Maar we hebben nou even mensen die groot zijn geworden, zoals Najib Amali. Toch koopverslaaf geweest. Ja, het kan allemaal maar net even gebeuren, snap je? Ja. En ik veroordeel hem daar niet op, want luister, dat zit in ieder mens. Je krijgt geld om handen, je krijgt aandacht van vrouwen, je krijgt aandacht van dit. En dan glij je al gauw af. Of je wordt een stoere jongen op straat en dan kun je het verkeerde milieu belanden. Het kan, hoe het lot maar loopt. En dan kan je ervan zeggen, je hebt verstand. Maar meestal is het een uitdaging voor de meeste mensen om het geld achterna te lopen. Of het vrouwelijke geslacht. Daar gaat het meestal om. En nog een vraagje. Je hebt je heel veel bezig gehouden met vechtsport. Ja. Je hebt karate gedaan. Wat heb je nog allemaal meegedaan? Ja, ik ben inmiddels 10 en dan Kyokushin karate. Ik ben inmiddels 10 en dan Taijutsu. Dat is een allround vechtsport. Ik ben inmiddels 8e dan Krav Maga. Dat is een Israëlische zelfverdedigingssport. 8e dan Aikido. Ik heb me helemaal toegelegd op het ontwapenen van mensen met blote handen, zeg maar. En het dichtbij gevecht. En daar heb ik me jarenlang in gespecialiseerd. Ik heb ook bij de Mossad les gegeven in Israël. Ik heb bij de Secret Service les gegeven in Amerika. Ik heb bij de KGB les gegeven in Moskou. Je hebt Bill Clinton ook. Ja, we hebben Bill Clinton beveiligd toen hij het boek kwam presenteren in Europa. En die was al president af, maar die had nog wel... bodyguards natuurlijk om zich heen van de Secret Service. Maar zo loop je tegen mensen aan. Ik ben bij André Hazen geweest, Nina Brink. Je kan niet opnoemen wie niet. We hebben al die grootheden wel gezien. En wat heeft sport voor jou betekend in jouw leven? Nou, sport was voor mij een soort uitlaatklep, ben ik ook eerlijk in. Ik heb tot mijn 51ste heb ik naar wedstrijden gedaan. En dat was een soort uitlaatklep. Maar het is op straat, mag je niet vechten. Ja. En daar heb ik ook helemaal geen strafblad voor of wat dan ook niet. En ik was natuurlijk beveiliger, puur zang, bodyguard, horecapartier bij jaren geweest. Dus dan moet je eigenlijk juist om net dat allemaal inhouden wat je in de sport niet hoeft te inhouden, snap je? Oké. Okay. En je hebt goede tijden meegemaakt en slechte tijden, net als voetballers, dat is altijd zo. Ja, geniet je ervan als je iemand helemaal in elkaar staat? Nee, daar geniet je niet van. Dat zie ik ook echt als sport. Okay. Maar dat is ook niet om hem in elkaar te slaan. Het is een,
Kijk, als je MMA doet, kan je iemand in een armklem leggen en dan sluit hem niet in elkaar. Dan moet hij toch afkloppen. En bij judo kan je iemand in een houdgreep leggen. En dan, als je hem 30 seconden op de mat houdt, dan is het epon, dan is het toch gewonnen. En als je hem werpt met een uchimata en dan valt op zijn rug, is ook een epon, dan sluit hem niet in elkaar. Dus het is maar wat voor sport je doet, snap je? Echt? Ja, tuurlijk, sla maar. Op je buik? Ja, zwaar als je wil. Echt gewoon? Ja, echt zwaar als je wil. Kom op, zwaar als je wil. Kom op. Wat? Voilà! Dat was niet echt hard, hè? Nee, vond je niet? Nee, dat vond ik niet. Snap je? Ja, nee, maar snap ik wel. Okay. Jij voelt dat wel. Ja, ik heb handpijn. Ja, jij hebt handpijn. Nou ja, dat is een verschil. Hey, Krav Maga toch? Wat? Krav Maga. Krav Maga, oké, okay, ja, ja. Leuk. Dus laten we het hier afronden. Ja, dat is goed. En dan gaan we vanavond naar de volgende locatie. Leuk man, gaan we naar de volgende locatie. Ja, dan. Kom. Let's go. Nee, we gaan er maar. Je bent een sterke kerel. Klaar mee. Huh? Dan ben je bij 56 jaar. Ja, wat is, dat komt omdat je natuurlijk heel even getraind hebt. Maar hij kan daar ook wat tegen, probeer maar eens. Nee, laat maar, als ik bij hem doe, dat vind ik niet lekker dan niet. Nee, dit vind ik niet lekker dit. Snap je? Dit is te veel. Maar ik hou ook van dit vechten. Hier bijpakken, zo wel een die man aan de kant. Dat wil ik zeggen. Maar wat zei je toen je binnenkwam? Nee, nou ja, ik hou van traditie, ik hou van cultuur, ik hou van... Kijk, het islamitisch geloof is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Daar ben ik ook eerlijk in, ik bedoel... Ik geloof altijd dat de westerse cultuur probeert altijd deze mensen te overheersen. Dus ik geloof ook echt dat we ooit nog een keer een soort tsunami terugkrijgen van dat soort mensen. Want wij hebben als westerlingen hebben natuurlijk alles leeggeplunderd op de wereld. En wij denken dat ongestraft te kunnen doen. En ik hou wel van mensen die hun eigen cultuur hebben, daar hou ik wel van. En dat we nou, of dat christelijk is, of katholiek is, of boeddhisme, ik hou wel van cultuur, mensen. Maar dan moet je er ook naar leven, naar de cultuur, snap je? Hebben Nederlanders cultuur? Ja, Nederlanders zijn cultuurloos geworden, vind ik. Daar ben ik eerlijk in. En zelfs in deze coronacrisis zie je weer een beetje de saamhorigheid. En daar hou ik wel van, daar ben ik eerlijk in. Vaste magisten, leuk man. Mijn vrouw die heeft me stiekem opgegeven. Ik zei, zijn contact bij jou gezocht, niet? Ja, klopt. Karin. Maar heb je nog wel eens aan me gedacht dan, in die tijd? Jazeker, ja, vaak, ja. Okay. Vaak in je gedacht. Je komt natuurlijk ook wel vaak nog een beetje voorbij natuurlijk in het nieuws. Ja. En ja, ik heb er vaak in gedacht. En je bent goed terechtgekomen, dat is het belangrijkste. Ja, gelukkig. Ja. Was even bikkelen. Ja, ik denk dat heel veel mensen die hebben natuurlijk gedacht, die maakt onze cultuur de schande. Ja. Er zijn heel veel mensen die vanuit de politiek hier natuurlijk, en dan komt de politie achter je aan. En, dan wordt één grote chaos wat dan. Ja. Heb je niet meer onder controle, je bent te jong. Je denkt dan van nou, ik ben toch een beetje straatjongen. En dan krijg je met echte kerels te maken. Die al 30 zijn en die denken van nou, die gaan onze cultuur niet te schande maken. Ja, dan krijg je. En dan krijg je dan ook weer van die andere mannen die in één keer op zeggen van nou, als ik op tegenkom dan... ja, dan krijg je. Maar dat heb ik ook, dat heb iedereen. Daar moet je niet te veel van aantrekken. Nee, zeker niet. We zijn nu ook in de moskee. Ja. En, ik zei dat ook bij mijn vorige gast, de perfecte plek om het over religie te hebben. Dan logische vraag. Bent u gelovig? Nou, ten eerste ben ik nu, maar ik ben niet gelovig. Daar ben ik eerlijk in. En waarom niet? Ik heb in het geloof te veel dingen gezien, denk ik, in mijn leeftijd. Wat helemaal fout gegaan is. En als ik dan even terug ga naar de katholieke kerk. Hoe dat in de jaren 60 hier geweest is met kindermisbruik en dat soort dingen. Dus ik ben eigenlijk een beetje afgeknapt op religie. Maar iemand die ze daar streng in beleiden en zichzelf daar ook aan houdt, dan heb ik daar goede vrede mee. Maar heel veel dingen worden verstopt in religie. En dan bedoel ik, hoe lang is dat onder de mantel gebleven, de liefde van de katholieke kerk met de jongeren? Hoe lang is dat niet in beeld geweest? En toen het in beeld kwam, toen werd het ook nog uitgezocht door een katholiek. Dan denk ik, ja, dat is de slager die zijn eigen vlees keurt, snap je? En daar hou ik niet van. En, maar ik hou wel van mensen die, en dan bedoel ik meer de oudere generatie ook, die zich daar in verdiept en streng mee bezig is. En ik geloof wel dat er een hoop vast is ook in het leven, daar geloof ik wel in. Zou dat niet iets voor jou kunnen zijn dan? Ja, ik ben heel eerlijk, ik leef eigenlijk heel rationeel in de zin van, ik geloof ook niet dat er na de dood wat is. En ik geloof ook niet, dat er ruimte is voor na de dood. En waarom? Dat lijkt me te druk. Ik weet ook niet wie dat allemaal dan bepaalt. Sommigen zeggen, en dan in de christelijke zin zeggen sommigen, het is Gods wil als er iemand overlijdt. En bij jullie zullen ze zeggen, dat is Allah, deze zijn wil.
En dan denk ik bij mezelf, ja, wie heeft er nou zo'n grote computer die dat allemaal beheerst daarboven, die dat allemaal, of dat het voorbestemd is. Ik kan daar geen beeld bij krijgen, ben ik eerlijk in. Maar ik heb daar wel over respect voor. En waarom? Omdat ik vind dat als iemand een doel nastreeft, dat vind ik al heel belangrijk. Dat is in de sportwereld zo, maar dat is in de opvoeding zo. Kijk, iedereen die mijn kinderen ontmoet, zegt altijd van, Paul, die zijn verzoenlijk. Ja, dat is een opvoeding. Dat heeft niks met religie te maken, maar dat is een opvoeding. Ik vind waarden, normen, dat heeft te maken met opvoeding. En de een vindt dat in de religie, de ander vindt dat uit zichzelf. Maar ik ben natuurlijk ook niet religieus opgevoed, daar ben ik ook eerlijk in. Maar ik heb wel heel veel vrienden uit... Heeft u zelf onderzoek gedaan van hoe ze weer dan eigenlijk ontstaan? Dat is toch niet uit zichzelf? Nee, dat is niet uit zichzelf ontstaan. Ik geloof ook niet in de oerknal, geloof ik ook niet in. Waar dan? De oerknal. Waar dan? Waar geloof je dan in? Nee, ja, ik ben heel eerlijk. Ik geloof dat het allemaal al bestaan heeft, joh. En dat is een hele simpele gedachte. Maar het is met het verdiepen niet waar. Kijk, ik zou je vertellen, als een dinosaurus opgraven, dan roept er al een archeoloog die zegt van, dat is 5 miljoen jaar voor Christus. Kerel, wie ben jij om dat te bepalen? 5 miljoen jaar voor Christus. Wie ben jij? Ik kan daar geen beeld bij krijgen, snap je? Kijk, het jaar 0 is bepaald toen met de geboorte van. En daarna, in het jaar 500, geloof ik dat de profeet Mohammed kwam. En dat zijn allemaal jaartallen. En ik geloof vanaf die tijd kun je dingen goed volgen. Maar daarvoor heb ik al het gevoel, ja, men kon nog niet schrijven, men kon niet lezen, men kon helemaal niks. Ja, maar zeg maar dat het altijd heeft bestaan, dan dat gaat toch eigenlijk in tegenstrijd met onze natuurwetten. Want iets kan niet uit zichzelf ontstaan. Nee, dat zou ook niet kunnen. Maar hoe dat ontstaan is, laat ik het anders zeggen. Ik weet het niet, maar dat is ook niet mijn materie. Daar ben ik eerlijk in. Ik leef eigenlijk in het nu en niet in het verleden, ben ik ook eerlijk in. Ik hou wel van geschiedenis, ben ik ook wel eerlijk in. Maar om daar zo diep in te graven dat ik zeg van hoe is dat ontstaan, dat gaat mij eindelijk al te ver. Want volgens mij weet niemand dat op deze hele aardkloot niet. En denk je dan niet van, we zijn op deze aarde gekomen, moet dat geen reden hebben? Nou, daar hebben we een mooi zootje van gemaakt, met z'n allen. Daar ben ik ook eerlijk in. Want laten we eerlijk zijn, de wereld draait om 3 K's. Kapitaal, kerk, en een ander woord mag je invullen. Macht. Dat mag je invullen, maar daar draait de wereld om. Heb je geen ruzie om geloof, heb je ruzie om geld, en anders ruzie om de vrouw. Dus daar draait de wereld eigenlijk om, en dat is, dat is onlosmakelijk. Maar Henk, wie bepaalt dan eigenlijk wat goed en fout is? Nou, dat moet je naar jezelf terug, denk ik. En dat vind ik wel leuk van de Ramadan ook. En dat is een stukje de spiegel voorhouden van hoe sta ik ervoor? Hoe leef ik zelf? Doe ik het goed? Dat vind ik leuk van vasten. En dat heb je ook wel in andere geloven heb je dat ook wel. Andere religies vasten. Maar ik vind wel dat je jezelf de spiegel is voor mag houden, doe ik het wel goed. En daar is deze tijd denk ik ook voor bezinning. Letterlijk. En iemand die daar werk van maakt, daar heb ik ook wel respect voor. Want iedereen maakt fouten, snap je? En wat ik je net uitleg, het is ook te makkelijk om fouten te maken. Laat eerlijk zijn, het is te aanlokkelijk om een 7-serie te rijden in plaats van een 1-serie BMW. Want die 7-serie rijdt natuurlijk fantastisch. Dus ja, iedereen die daar naar die top toe gaat, doet toch meestal iets fout. Ook al is dat in het zakenleven. Dat gaat toch over de rug van een ander meestal. En ik hou wel van bezinning daarin, daar ben ik eerlijk in. Dat heb ik in die 14 maanden dat ik vast zat, ben ik ook eerlijk in. Dan keer je wel in jezelf terug en dat kan ik ook wel goed. Ja, nog even nadenken. Heb je dan nooit zo'n teken van God gehad of zoiets meegemaakt waarvan je denkt van dit is nou ja, van hier? Nee, eigenlijk niet. Want ik heb natuurlijk jong mijn vader, moeder en mijn broer en zus verloren. En mijn vader zei, als er echt wat is, dan laat ik jou het weten. Dus dat was de dag dat hij doodging. En daar lach ik nu om. Maar ik heb nog nooit het teken daarvan gehad. Daar ben ik eerlijk in. Maar zo ben ik er ook niet mee bezig met leven niet. Ik denk best wel, zeg maar, zo, we zeggen in het Turks zet, dus dat is gewoon hard, weet je. Maar is er ook een, zeg maar, een soort van gevoelige Henk? Nee, ik denk dat ik meer gevoelig ben dan hard. Dan ken je mij niet goed genoeg. Okay. Ik straal misschien hardheid uit, maar ik ben denk ik, ik heb meer een zachtere kant als ik mijn kinderen mag geloven dan een harde kant. Dus als je mijn kinderen ook kent, die hebben dan nooit een tik gehad van mij. Die kan ik, dat klinkt overdreven, maar met mijn ogen sturen, dan bedoel ik mee, als ik boven word, dan zijn ze rustig. En dan bedoel ik niet meer echt boos van boos, maar dan als ik zeg van nou, dat is genoeg, dat is genoeg. En dat is meer respect, dus ze zijn allemaal meer respect opgenomen. Maar dat ben ik zelf ook. Mijn vader die lag op sterven en
die wou nog een brief gepost hebben naar de voetbalclub Emmen. En hij was had longkanker, hij was zo zwak en fragiel. En ik was in de top van mijn leven, ik vocht veel wedstrijden. Ik was berensterk, 29 jaar. Maar toen zei hij, Henk, wil je die brief nog even posten? Hij was heel ziek. En die nacht ging hij ook dood. En ik zeg, moet dat nou nog vandaag, pa? Hij zei, wil je die brief nog posten of niet? Ik denk, ja, ik post hem nog even. Alleen, hoe hij dat zei, had ik al zoveel respect, snap je? En dat is denk ik wat je meekrijgt van huis uit, waardigheid daarin, naar andere mensen. Ik hou er ook niet van dat er zomaar een oordeel gevormd wordt over een groepering. Of dat nou bijvoorbeeld islamitisch is, of over een groepering die een andere religie vormt. Ik hou niet zomaar van een stempel meegeven. Ik kijk naar de mens zelf en dan denk ik bij mezelf, dan is een religie volgen is misschien wel de weg wat ik eigenlijk doe. Bij mezelf. Ik hou er ook niet zo van om hele absurde dingen te doen. Men denkt van wel natuurlijk, daar word ik wel van verdacht natuurlijk. Vindt u het ook moeilijk om over je vader te praten? Nee, ik praat met liefde over mijn vader en moeder. Hmm. En over mijn broer en zus. Ik heb nog twee zussen en een broer. Maar ik praat met liefde over mijn vader en moeder. Nee, daar heb ik geen moeite meer mee. Dat had ik vroeger wel. En dan kom ik van zijn jongste natuurlijk thuis. Maar ik vind, mijn vader en moeder hebben alles aan gedaan om mij goed op te voeden. En voor de mensen die nog jong zijn of recent hun ouders zijn verloren, die zegt dat je er nu wat minder moeite mee hebt. Wat is de beste manier om het te verwerken? Je hebt nu wat ervaring mee? Ja, de ervaring als je mensen verliest is de liefde die je gehad hebt, dat moet je koesteren. De mooie herinnering. En dat klinkt heel raar aan mijn mond natuurlijk, want heel veel mensen denken van hij praat alleen maar over Harley Davidson's. En over andere dingen, maar, en over tattoos. Maar ik hou wel van het koesteren van vroeger. Mijn vader heette Aal, daar staat ook op mijn hoofd getatoeëerd. En mijn moeder was hier. Die was op kamp geboren en daar staat ook op mijn hoofd getatoeëerd. En mijn zoon heet nu ook Aalbert. Ik ben wel familienaamziek, snap je? En mijn jongste dochter heet Janneke van mijn overleden zus. Dus ik ben wel iemand die houdt van de naam Kuipers doorgeven, ben ik eerlijk in. Ik hou wel van de traditie op dat gebied. Mooi, ja. Dus ja. Ja man, je bent echt een goed persoon. Ik vind het jammer dat ze u zo profileren of dat mensen een beeld over hem. Dat vind ik echt oprecht jammer. Nee, het is meer onwetendheid, vriend. Geloof me. Het is meer onwetendheid over de persoon. Kijk, heel veel mensen zeggen nog, jij bent de treitenvlogger. Maar je kan ook zeggen, dat is eerst wel. Dat kan je ook zeggen, snap je? Dat is een heel groot stuk tussen. Er zit 6 jaar tussen. 6 jaar van ups en downs. En je bent geworden wie je bent geworden. En mensen zien mij alleen maar als die motorclubleider. Of als die verspotter. Of als die horecaportier. Of als die bodyguard. Maar ik ben natuurlijk ook een vader van 5 kinderen. En een opa voor 2 kleinkinderen. Dus dat ziet men niet. Maar dat wil ik ook liefst privé houden, ben ik eerlijk in. Ja, liefst hou ik dat mijn gezin privé, ben ik eerlijk in. Ja. Daar heb je bescherming van. Okay. Kijk, ik laat mijn dochters natuurlijk wel eens zien in mijn Instagram. Maar dat is de trotsheid van mijn vader natuurlijk en mijn zoon. Ik ben heel trots op mijn zoon en op mijn dochters en op mijn kleinkinderen en op mijn vrouw. En waarom bent u trots op hen? Ja, omdat ten eerste de liefde die ze mij geven als kinderen. De kleinkinderen, maar ook mijn nieuwe vrouw die ik nu heb. De liefde die ik ontvang daarvan is belangrijker, zeg ik altijd, dan de rest van het bestaan. Wat is de reden dat je rust wilt? Is dat omdat je altijd heel veel ellende hebt gehad in je leven? Nee, ik heb weinig ellende gehad, ben ik ook eerlijk. Weinig ellende, maar ik heb wel heel druk bestaan gehad. Motorbouw, bodyguard, sportschoolhouder, vechter, noem maar op, vader, opa. Het gaat de hele dag door, snap je? En af en toe trek ik mezelf eens terug en dan doe ik mijn oorpropjes in. En dan luister ik even lekker naar Zac Brown of naar Alan Jackson of... Ik hou van Amerikaanse country muziek, maar dan de Southern Country Rock, Kid Rock. En dan ga ik lekker rustig zitten en ik hou van goede muziek. En Welen uit Nederland, dat is dan bijvoorbeeld een Ben Saunders, dat vind ik dan leuke zangers nog. En Danny Vera. En dan houdt het al bijna op. Ik ken letterlijk niemand van mijn. Maar houdt het al bijna op, snap je? En ik ben niet, en als het een feest is, hou ik van allerlei soort muziek, ben ik ook eerlijk in. Maar een lied moet je wel pakken, snap je? Daar hou ik wel van. En wat is iets waarvan je denkt van, oké, dit is echt wat de mensen moeten weten. Van mij als... Over mij? Persoon, ja.
Wauw, dan moet je, nee, dan moet je de ruimte geven om dat ook te willen weten, vind ik. Dan moeten mensen het zelf ook willen. Ik bedoel, oké, de meeste mensen willen het helemaal niet weten, joh. En dan is de goede dag, goede weg. En, maar ik ben wel zelf altijd geïnteresseerd in mensen. Mijn vrouw zegt altijd, god, je staat weer in de winkel ergens. En dan klets je weer met iedereen. Ja, ja, dat vind ik leuk. Ik hou wel van mensen ontdekken, ja. Ik vind het wel leuk om met mensen te praten. Of een oud of jong is, maar men is uit. Heeft u daar een reden voor? Nou, ik hou van mensen. Ben ik eerlijk in. Gisteren was ik toevallig op een woonwagenkamp in Nuenen. En dan was ik bij Gino Wagner, Django Wagner, zijn broertje. En zijn dochtertje die kwam bij mij op school, die was 5 jaar. Ja, daar hou ik gewoon van, snap je? Ik hou gewoon van mensen, ik weet niet wat het is. Een heel apart gegeven is dat. En ben je thuis bij je moeder bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik heel leuk dat ik warmtevol ontvangen word door je moeder. Dat vind ik, daar hou ik van, de respect, dan krijg je dan ook direct terug, snap je? Ik zou ook nooit op straat, en sommige mensen denken dat ik een hork op straat ben, maar ik zou nooit op straat iemand lastig vallen, nooit. Nooit. Nooit gedaan. Ik denk eerder dat je iemand ook zou helpen als er wat gebeurt. Ik sta er voorop om iemand de brand te helpen. Ja. Al ken je hem niet, dat geloof ik wel. Ja, nee, maar dat is ook echt zo. Dat heeft mij ook wel eens, negatief gebracht natuurlijk. Dat mensen zijn van, nou, hij moet ook over met zijn bek vooraan staan natuurlijk. Dat hoor je natuurlijk ook gauw. Maar wat een ander van mij vindt, vind ik ook eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ben ik ook eerlijk in. Ik ben wel iemand die denkt van, ja, je weet niet beter, joh. En dat is, ik hoop dat jij dat nu ook een beetje vindt van, ja, je weet niet beter, man. Ik was toen 17 of ik was toen... Maar wanneer is deze besef gekomen bij je? Ja, eigenlijk ook na de dood van mijn vader. Die was als laatste, dat was mijn laatste echte kameraad, zeg ik altijd. En nou ook mijn zoon, dat is mijn kameraad. En mijn dochters en mijn vriendin en mijn vrouw ook. En mijn kleindochters zijn ook mijn vriendin, snap je? Dat is... En dat was... Je grijpt toch altijd weer terug naar familie, vind ik. Ik ben nu 2 jaar bij de motorclub weg en brothers en brothers. En mijn oude garde waar ik mee opgegroeid ben, waar ik ooit mee begonnen ben, die mis ik wel enorm, zeg ik altijd, de lol die we gaan hebben. Maar heel veel mensen mis ik ook gewoon niet, ben ik ook eerlijk in. En dan denk ik, ja, dat waren ook niet echte vrienden, snap je? Dus ja, daar ben ik niet echt rouwig om. Hoe maak je die onderscheid tussen een echte en een neppe vriend? Oh ja, ja, dat is als je vast komt te zitten, gaat dat heel snel. Mensen willen graag je positie dringen nemen, mensen willen graag... En liefst gaan ze dan met je vrouw naar bed. Ja, dat zie je heel gauw, ja. Ja. Maar dan vind ik, luister, dat hoort bij mij, het leven is zo compleet, vind ik. Dat heeft voor mij ook niks te maken met... ik heb ook al gauw door als iemand echt is of niet echt. Als iemand niet echt is, dan deal ik er ook mee. Snap je? In de zin van, jij bent niet echt, maar is goed, jongen. Jij weet niet beter. Ja. Wat voor energie geven wij 2 jaar nu af? Ja, 2 rustige jongens, man. En jouw vriend ook, dat spreekt me direct aan. Want die is direct geïnteresseerd in wat ik gedaan heb en zo. En ik ben geïnteresseerd hoe hij leeft, maar hoe jij leeft. En met je moeder zit ik gewoon een kwartier met je moeder te kletsen, snap je? Over het leven. En dat spreekt me bij iedereen. Ik hou ook direct van als ik in het buitenland ben. Wat is jouw bestaansidee? Kijk, ik bedoel, iedereen moet natuurlijk een uitdaging hebben om oud te worden. Kijk, ik ben nog straks 56. Dus ik ben over de helft. Ruim. Ik heb 3/4 geleefd. Dus wat doe ik dan met mijn laatste 20, 25, misschien 10 jaar? Wat doe ik daar nog mee? Wat ga je daarmee doen? Reizen door Europa. Ik wil met een oude woonwagen achter mijn pick-up. Oh, wow. Wil ik lekker rustig rondrijden door Europa. Harley van de pick-up afhalen. Lekker rondrijden. En lekker met mijn vrouw nog genieten van mijn oude dag. En wat is de oude dag? Zoals ik me nou voel, voel ik me nog een jong hond. Snap je? Geestelijk voel ik me echt een hele jong hond. En natuurlijk kun je op de mat als ik met mijn zoon train, conditioneel niet meer meekomen, maar de oude heeft altijd een klein trucendoosje die hij open doet, dat ik denk van, god, dat was ik alweer vergeten. Dus ja, nee, ik hou van het pure leven, dan ben ik serieus. Gewoon de intentie van het leven en toen ik de uitnodiging kreeg van vasten van gasten, dat spreekt mij direct al aan, het woord vasten. Want dat is een tijd om goed over na te denken. Toen ik hierheen reed, reed ik ook 100 km/u cruise control. Normaal rijd ik altijd wat sneller, ben ik druk. En dan ben ik lekker rustig hier naartoe en bereid ik me daar ook al voor van hoe zo'n dag dan verloopt. Had ik al zin aan. Ja, zoals ik verwacht had. In alle rust en in harmonie, man. Leuk. Een jonge vent van 22 met een man van 56 en dan praten over het leven, het mooiste wat er is. En dan hopen dat je nog wat mee kunt geven, soms ook, dat denk ik wel eens. Daar denk ik dan aan, snap je? En dan denk ik, je bent nog maar 22, je kan nog zoveel doen. Je kan er zoveel mee laten mislukken. En heel veel laten het mislukken en heel veel die pakken toch de kans om het toch anders te doen. Less is more. Dankjewel. Heb je honger?
Ik lust wel wat. We mogen bijna eten. Ja, ik weet niet hoe laat we mogen eten. Dat over heb ik... een uur volgens mij. Kijken, stiekem zo kijken. Ja, over een uurtje. Over een uurtje, ja. Want ik moet om 9 uur rijden. Oké, dan doen we... Nee, maar ik zou zeggen waarom. Want ik heb een enkelman nog. Ja. En ik moet om 11 uur moet ik in huis zijn. Oké, is goed. Net op... En die wil ik er ook niet af hebben. Ja, oké. Dat heb ik ook tegen de rechter gezegd. Ja, net dat regelen wel dan. Komt wel goed. En weet je waarom? Mijn beste alibi. Vroeger zei ze van hij heeft daar gezeten met drugs of dat en dat. Nou, dan zeg ik van nou, waar ben ik nu geweest dan? Met toevallig nog van ABO. Ze zei van wat doet hij in Zaandam? Nou, nou weet ze het. Nee, ik hou er wel van. Nee, oké, okay, is goed. Nou, dankjewel. Ja, geen probleem man. Leuk, wat leuk. Ja, was echt leuk gesprek. Ja, echt leuk. Ja. Goede energie. En ik voelde ook geen druk om wat moet ik vragen. Het ging gewoon allemaal vanzelf, dus ik vond het heel ja, leuk. Ja, maar je moet ook geen druk voelen. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen onder elkaar man. Ja. En ik vond het leuk om je weer te zien na zoveel jaar. Ja, dat is gek. Ja, dan ben ik serieus. Ja, maar ik ook. Dus wat dat betreft, kijk, heel veel mensen zeggen van, ach, en heel veel mensen hebben ook tegen mij gezegd, ga je naar die man toe? Ja, waarom die man? Die man, die is anders dan toen. En misschien is hard nog wel die kwajongen van toen. Mm-hmm. Maar kan dat niet meer zo doen als toen. Want dat levert een heleboel ellende op. Dus ja, jij moet ook anders aanpakken. Ja, mensen hebben altijd een mening, Ismael. Altijd. De mensheid is van huis uit is de mens slecht, snap je? Beste mensen, dit keer gaat het wat anders worden. Henk moet naar huis omdat hij een enkelband heeft. Ja, ja, maar, ja dus, het is niet anders, mensen. Dus hij gaat wat eerder eten, rechtdoor. Ja. We gaan even wat eten halen en dat ga ik allemaal niet filmen. Hij gaat gewoon zijn eten onderweg. Maar dat is een super fijne dag, ik wil hem bedanken. Ismael, jij ook bedankt. En ik heb een jongen gezien die van 17 jaar naar 22 is gegroeid. En heel veel respect voor gekregen. Dankjewel. En dat is ja, super tof weer om Henk te zien. Ik had hem 4 jaar geleden, was ik langzaam gaan, was super leuk. En nu na 4 jaar zie je elkaar weer, dus dat is wel tof. Dus dankjewel nogmaals. Geen dank. Met liefde gedaan. Mensen, vergeet allemaal niet even om te abonneren. We gaan super goed. Ik ben en een echt... duim omhoog, hè? Ja, precies. Duimpje omhoog. Ja, ja, reactie achterlaten. We gaan alles meelezen. Ik lees altijd sowieso alles mee. En abonneer ook even. Dat is gewoon 1 knopje wat je indrukt. En je maakt me super blij. En we gaan super goed. Ik ben super trots op jullie, hoe jullie het doen. Hoe jullie me promoten. Volg me ook op Instagram. Volg ook Henk op Instagram. Captain Henk Kuipers. Je gaat ze allemaal taggen. Alles in de beschrijving. Koop ook zijn nieuwe boek. En zijn film gaat ook uitkomen. Dan moet ik jullie allemaal in de gaten houden. Dus ciao, ciao. Ciao, ciao.